Hallo mensen Mar en welkom bij een nieuwe video. Um, Vandaar, ik had deze video geüpload op dezelfde dag van dat ik nou opneem. Dus, dus allebei de 17e hier en hier. Uh, ik krijg dus een aantal vragen heb ik al beantwoord van dat de server pas uh, de 18e online gaat. Dus dat is zondag. Want ik krijg nu nog een, een dikke error op mijn beeldscherm op mijn tv. Want daar staat mijn server op aangesloten. HDMI, Voila, beeld en geluid. Leuk als je bijvoorbeeld even een serie of film moet kijken. Dan kun je gewoon Plex, home theater gebruiken. Maar goed. Um, hier een vraag van. Hoe maak je een eigen domeinnaam voor je microserver? Moet je daarvoor een aparte server draaien? Nee. Uh, zou misschien. Ja, nee. Dat, je moet echt een domein kopen. Dus bijvoorbeeld zoals youtube.com. Of uh, yourhosting.nl. Uh, uh, of myip.nl. Zo'n.nl-adres kost geld. Uh, dus als ik bijvoorbeeld even hierop ga kijken. Ik had hem weggeklikt. Uh, die kan ook wel weg. En dan. Uh, nee, je moet dus een account echt gewoon uh, registreren. Ook hier trouwens. En je moet een adres kopen. Domeinnaam. URL. Nou, in mijn geval is het dus uh, martykiller.nl. Uh, dan zegt hij van. Uh, bezet. En. Actie, eerstejaars jaast uh, 1 euro. En daarna is het 12,50 euro per jaar. Oké, okay, daar kijk ik nogal mee leven. In principe. Um, dus als je hem uh, besteld en betaald hebt, dan is hij bezet. Uh, dat is wel leuk. dan kan je niet een ander in de haal gaan. Uh, eigenlijk. Um, dus je hebt dit nodig. En dan zodra je dit gekocht hebt, dat is een euro betaald. Dan moet je nog een pakket kopen. En dat is domeinnaam door doorlink. Maar je moet dus zo'n DNS Redirect-service hebben. Uh, dat is, uh, dus in totaal 7 euro. Dit kost 6 euro. En die uh, domein uh, uh, kost een uh, euro. Maar goed, als je dus dat DNS Redirect hebt gekocht, uh, dan krijg je hem dus bij mijn pakketten. Dan krijg je hem te zien. Dan pas heb je een pakket. Dan pas kun je echt aan de gang gaan. Vond ik in het begin wel jammer. Van hey ik heb al die euro betaald. Maar ik ken nog helemaal niks. Nee, klopt. Je moet deze echt kopen. Uh, en betalen voordat je hem kan gebruiken. Uh, je moet hem bestellen en dan betalen. En dan kijk je er gelijk in. Dus dan kom je hem hier tegen. En dan. Uh, ja, dan kan je er gelijk gebruiken. Dus dan ga je daarna, als je hem betaald hebt, naar een hosting manager. En uh, dan als je een website hebt, bijvoorbeeld zoals ik. Dan moet je hier dus even de IP-adres opzoeken. Dat doe je op myip.nl. Je hebt meerdere van die websites. Maar ik gebruik Myip, lekker kort en krachtig. Uh, dan is dit je IP-adres, de bovenste. In de vet gedrukte. Uh, uh, Wan IP-adres staat daar ook. Dat is voor mij in dit geval dit nummer. Dat gebruikte ik ook voor mijn Microserver in het begin. Van uh, gratis doe ik het gewoon ook op een computer hosten. Maar goed. Dan pak je gewoon de bovenste, ctrl-c Of als je dat niet goed uh, kan, dan doe je kopiëren. En dan uh, kom je dus bij Hosting Manager nog uit, weet je wel. van uh, Volgens mij begin je, nou ja, goed. Je begint ergens bij uh, zo'n pagina en dan druk je op Redirect Beheer. En dan als je uh, geen website hebt en je wilt er ook geen hebben, dan druk je op volledige domeinnaam verwijzen. En als je wel een website hebt zoals ik, um, wat in mijn geval uh, Martykiller.nl is. Uh, ja, echt. Vraag me niet hoe het komt. Maar Firefox kan geen ene reden op mijn computer. Geen Twitter, geen nadat, geen Noppers. Kijk maar, ik moet uh, inloggen daarvoor. Maar dat laat ik hier even niet zien. Uh, geen zin in eigenlijk. Uh, ik heb wel meerdere dingen niet hierop. Dus ik heb daarvoor echt Chrome nodig. Maar goed, het is mijn website. Uh, Server status: er zit niemand op. Moment, ik zit te debuggen van welke plugins wel niet werken en wat ik er allemaal nog nodig heb. En zo, en vuilen waar. er <sukk> staat nog niks op op het moment. Ik zal het nog wel even fixen. En hier staat ook nog niet heel veel nuttigs. Voor de rest is het een beetje dood nog. Vooral op het moment. Ik heb nog beloofd: een Fever, uh, Welke dingen ik gebruik, dus dat zal ik bij het kopje overzetten straks. Als ik er nog tijd voor heb. Maar goed, je hebt het steeds gekopieerd. En je bent dus hier terecht gekomen. En dan maak je een uh, subdomein verwijzen of een volledige domeinnaam, wat jij wil, website of geen website. Dus ik heb gekozen voor een Nou, Bijvoorbeeld uh, play of uh, MC.markel.nl. En als je die hele hebt, dan staat dit gewoon. Uh, dan kun je hier niks veranderen, zeg maar. Dan ziet het er gewoon uh, zo uit. Hosting die vult. Dus ik ben voor een subdomain gegaan. En dat noemen we playmartikile.nl. Uh, en dan verwijzen we naar hier naartoe. Dubbele punt 25565. En dat is dan je standaard minecraft board. En dit is dan je ip adres die je gekopieerd hebt. En de http moet je ervoor laten staan. Ik heb dat gevraagd. Uh, ik heb dat gedaan. En het werkt. Eerst dacht ik van, ja dat moet er niet voor, dat moet weg. Dus dat heb ik toegedaan en het werkte niet. Maar goed, um, voor de rest kun je hem allemaal leeg laten. En dan druk je op verstuur. En dan staat hij hier. Nou goed, dan gaan wij uh, playmartikiller.nl kopiëren. Nou, dan start je dus Minecraft op. Uh, en dan ga je naar add server. Uh, server adres, uh, Daan a ah, maker server. Voila. Ja, dit is trouwens die uh, MC. Ik weet nog niet welke, welke ik nou wil houden, weet je. Daar dat moet ik er even over uh, twisten. Dus dan gaan we weer terug. En voila. Dit is hem dan. Dit zijn twee adressen bij mij. Je kunt ze alle twee gebruiken om Minecraft te spelen. Zoals ik net heb laten zien. En zo simpel is het eigenlijk. Het kost maar 7 euro. En de reden waarom ik Your Hosting heb gekozen is natuurlijk. Het is. Maar 7 euro, weet je. De ene vraagt gewoon meer geld voor dan de ander. En dit is dan een actie van dat het het eerste jaar uh, gewoon heel goedkoop is. Um, dus over dat had het de peet doen. Um, heb ik dus gevraagd hier, uh, van is het mogelijk om uh, een subdomain naar een Minecraft-server te verwijzen? Heel laat in de avond. Toen kwam ik erachter van: ik kom er niet uit. <laughs> Ja, het is uh, mogelijk. En uh, Dovewijs naar Microserver. Oké, okay, uh, bedankt, het is gelukt. Ik wist niet dat je http -streepje, streepje ervoor kon laten. En uh, dan waren hun heel blij. En als ze nog wat voor me kunnen doen, doen ze het heel graag. Mag ook eigenlijk wel. En uh, uh, goed. En wat is dit eigenlijk? Uh, YouTube tweetbot. Wat tweet. uh, is dit dan eigenlijk? Is het elke keer als er een. Of is het alleen voor een, een bepaalde naam of zo. Had features sent by a bot, not human. We are not affiliated with YouTube. Oké. Okay. Weird. Oh wel. in <laughs> is dus soort het eerst dat ik dat zie. Ik heb dat nog nooit gezien hier. Maar goed, anyway. Um, ik hoop dat deze video wat geholpen heeft. Uh, om het even wat duidelijker te maken. Ik hoop het wel. Daarvoor heb ik hem ook gemaakt. Uh, ik Denk het dat ik daar nog wel een blog over maak eigenlijk. Met alle stappen. En misschien nog een paar screenshots. Ja, als ik nog niet echt uh, dingen heb. En, nou ja, serieus bloggen wil ik niet echt uh, niet van elke dag. Uh, dag 1, dag 2, dag 3 ofzo. Nee, doe ik niet aan. <laughs> dat is te veel werk. Maar goed, ik hoop dat het zo geholpen heb. Dus ja, laat het weten in de comments wat jij ervan vindt. Of wat anders, anders moet. Of goedkoper. Of duurder. Of... Betere service. En nou, laat het allemaal weten. En uh, vergeet niet het duimpje omhoog te doen of omlaag. Uh, liever omhoog, natuurlijk. Te uh, abonneren als je nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik: Laat